Het verhaal van het leven, zoals we die kennen, is sneller dan een knipoog. Er is veel gebeurd in de korte periode dat mensen op deze planeet zijn. Holbewoners en koningen. Gereedschap van steen en vuur, oorlogen en revoluties, elektriciteit en televisie. Meesterwerken, dichtkunst, dans, muziek en veel meer. We gingen van Mozart naar de Rolling Stones. En van portretten in steen tot olieverfschilderijen tot aanraakschermen. We zijn zelfs naar de maan geweest en weer terug. Vanaf het begin van historie was de mensheid altijd nieuwsgierig over de wereld en wilde graag ontdekken. Maar tegenwoordig lijkt het soms alsof we zo bezig zijn met onze technologie dat we vergeten met elkaar te communiceren. We lopen rond in onze kleine bubbels, zuigen amusement op vanaf onze mobiele apparaten en isoleren ons van iedereen om ons heen. Ongeacht welke technologie we uitvinden, niets zal ooit echt menselijk contact vervangen. Er is niets zoals een glimlach, een grappig gesprek, een schouderklopje, een warme knuffel of een betekenisvol gebaar. Daarom is het tijd om ons opnieuw te koppelen met dat wat echt belangrijk is. Elkaar. Hey en hallo. Het is tijd om hoi te zeggen in het echte leven. Het is tijd om te zeggen Halo. Halo is een koppeling van werelds meest geavanceerde technologie samen. Met een app gemaakt door Atule Monde Studios. Dat jou verbindt met de mensen om je heen in het echte leven. Of je nu in een café bent, op de bus, in het verkeer, in een winkelcentrum, in een bibliotheek, in een bar of in een disco. Het werkt als een kleine sleutelhanger die je bij je kunt dragen. En als je een koppeling maakt, ben je in staat om automatisch Facebook contactinformatie, foto's te delen of vele andere mogelijkheden te gebruiken. Halo staat alleen toe verbinding te maken als beide partijen toestemming geven. En je kunt de instellingen kiezen die bij jou passen. Het is ontworpen om jou te verbinden in real-time met de mensen om je heen. Zodat jij technologie kan gebruiken om een gesprek te starten en een nieuwe vriend te vinden. Terwijl technologie voorwaarts gaat met een adembenemende snelheid, is het verbinden met anderen het enige dat ons met beide benen op de grond zal houden. En ons eraan zal herinneren wat mens zijn echt betekent. Halo, hoe gaat het?